voetbal. Want in die competitie zijn we nu 8 speeldagen ver en eindelijk staat de eerste echte topper van die competitie op het spel. En dat is Charleroi-Antwerpen. Charleroi en Antwerpen na 8 speeldagen nog ongeslagen en morgen in Charleroi dus tegenover elkaar. Bij Antwerpen de 2 mannen die de ploeg dragen, dat zijn de 2 Karims. Karim Bagar, nog altijd de meest ervaren en meest volledige Belgische zaalvoetballer. En Karim Bali, nog altijd het grootste Belgische zaalvoetbaltalent en trouwens de eerste Antwerpse zaalvoetbalprof in de geschiedenis. Karim en Karim, Bali en Bagar. Karim, het gaat goed, hè, met Antwerpen. Ja, ik denk dat, dat we op het moment goed bezig zijn. Ik denk dat we 8 wedstrijden gespeeld hebben en nog geen enkel verloren. Dus dat is tot hiertoe perfect. De cijfers zijn perfect. Is het spel ook perfect? Eigenlijk niet. Waarom niet? Omdat we te veel tegengoals krijgen en niet zo goed bezig zijn. Want de tegenstanders zijn dit jaar een beetje verzwakt. En ons spel is zeker niet zo goed. Ik denk dat gewoon het niveau dit jaar veel minder is. Dat we veel te weinig tegenstand hebben gehad. En dat we daardoor iets minder organisatorisch spelen. In de competitie gaat het dus eigenlijk te makkelijk voor Bagar, Bali en Co. Europa, dat is een ander verhaal. De eerste ronde in de UEFA Cup overleefde Antwerpen, de tweede niet. In die tweede ronde kwamen we de beste 16 en daar hebben we nog gezien dat we nog toch wel wat werk hebben om daarop mee te kunnen gaan. Wat is daar vooral het verschil? De individuele klasse? Nee, niet zozeer de individuele klasse, want daar op heel dat toernooi heb ik niemand gezien die de individuele klasse heeft van bijvoorbeeld een Karim Bali. Maar ik denk dat daar gewoon de details het verschil maken. Die jongens die trainen ook elke dag, die voelen elkaar perfect aan. En wij trainen niet elke dag 2 keer per week, dat vind ik persoonlijk veel te weinig. Zeker en vast als je Europees iets wilt doen. Professionalisme, dat heeft dus ook Antwerpen nodig. En wat dat betreft maakte dit seizoen een historisch moment mee. De eerste Antwerpse zaalvoetballer die prof werd. Zijn naam, Karim Bali. Ik denk dat dat toch wel een hele erkenning is vanuit de club naar hem toe, dat hij de eerste prof is, ja. Merk je er nu al de voordelen van dat jij prof bent? Nee. Ik train evenveel als de jongens. Zeker in groep, dat is belangrijk. Of ik nou prof ben of niet, we trainen allemaal evenveel. Dus eigenlijk moet heel de groep prof worden om er iets aan te hebben? Eigenlijk wel, ja. Maar ja, dat is niet simpel. Dat is zeker en vast niet simpel. Hij is zeer goed. Hij is gewoon voor mij de beste speler uit de competitie. Wil jij de Europese top bereiken? Natuurlijk wil ik die bereiken. Ik wil graag in het buitenland spelen bij een grote club. Kan je hier nog veel bij leren in de Belgische competitie? In de Belgische competitie niet, wel tegen 2-3 clubs misschien, maar tegen de overige clubs denk ik niet. Dus mag je hier eigenlijk niet meer te lang blijven? Dat is waar. Er zomaar geraken bij de Europese top, dat doe je niet zomaar. Ik heb al gezegd, kwaliteiten zijn er genoeg. Nu is het aan hem om de rest te doen. Welke club is jouw droomclub? Madrid. Boomerang Madrid. Ja, dat is waar. Droomclub, allee, dat is eigenlijk de beste club van de wereld. Voor iedereen is dat duidelijk misschien de betere club. Als die geluk hebben, winnen die elk jaar het Europees kampioenschap en de Spaanse competitie ook eerst. Dus daar hoop je ooit te kunnen spelen? Ik hoop het. Wie van jullie heeft de beste traptechniek? Karim. Zullen we eens een wedstrijd doen? Zo vaak mogelijk op de paal trappen. Elk 5 pogingen. Oké, is goed. Dat wisten we op voorhand, hè. Dat wisten we. Dankjewel. Maar er wel 3 gemist, hè? 3 gemist, hè? Bali. Dat was de bedoeling op de bal. Ja, Karim Bagar en Karim Bali, ze zijn de 2 exponenten en dus ook idolen van het Antwerpse zaalvoetbal. Bali, het grote talent. Controleren en pas. Bagar, het grote voorbeeld. De eerste pakt de bal mee en die geeft hem door aan deze. Dan pakt jij de bal mee en geeft jij hem aan hem. En zo, en dan slaat jij hier aan. Nee, met de voeten. Met de voeten, niet met de handjes. Met de voeten. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Ik denk dat hij 12 jaar was dat ik hem leren kennen, denk ik. Of ja, 10 jaar. Buurtvoetbal. Dat was een toernooitje. Dus voor de eerste keer dat ik hem heb gezien, dat was een jeugdhuiscompetitie. Hij met Ahmed Sababti. Controle, hup. Ah, dat is niks, kom op, hup. Wat betekent Karim voor jou? Niet alleen voor mij, in Antwerpen zeker een belangrijk persoon in het zaalvoetbal.
Morgen speelt Antwerpen de topper tegen Action 21 Charleroi. Een ploeg die net als Antwerpen 24 op 24 haalde. Ah, oké. Okay. Ja, getikt. Up. Die is collectief herstellig staan en ze vooral op verdedigend vlak en daar op de counter loeren. De doelpunten die ze dit jaar op tegen de week krijgen, spreken voor zich. 6 doelpunten tegen op 8 wedstrijden in het zaal, want dat is quasi niets. Dat is echt onwaarschijnlijk, hè, 6 doelpunten. Ja, ze spelen goed collectief en verdedigend. Ze loeren meer op de counter en ze zijn organisatorisch veel beter dan de meeste clubs. Die trainen ook 2 keer per dag en zo. Jij moet die defensie openbreken met individuele acties? Nee, niet alleen. Heel ploeg. Ook collectief. Maar het wordt moeilijk. Normaal gezien wel. Ja, Karim en Karim, morgenavond, vrijdagavond in Charleroi en zondagavond met een verslag in Score op zondag.